En wel van onze koning zelfs, die dan vandaag in een soort levend Cluedo belandt. Want gaat het hem lukken om een fictieve moord op te lossen? Het is allemaal in het teken van het 25-jarig bestaan van het Nederlands Forensisch Instituut. De koning speelt voor één dag forensisch onderzoeker en probeert met de hulp van medewerkers dus om zo'n fictieve moordzaak op te lossen. Nu willen wij natuurlijk weten, ontpopt Willem-Alexander zich tot een ware Sherlock Holmes? Dat volgt onze collega Caroline Spijkers de hele ochtend, want zij is al bij die voorbereidingen. Caroline, goedemorgen. Ja, zijn ze er een beetje klaar voor daar? Goedemorgen, ja zeker. We gaan over een half uur naar de plaats van het delict. Maar we staan nu nog in de 3D-ruimte. Want daar bij de plaats van het delict staan zowel normale wapens als 3D-wapens te vinden. Martin, hoe zit het? Wat gaan jullie doen met die 3D-wapens? Met die 3D-wapens gaan we laten zien van welk onderzoek we doen om te zorgen dat de koning het beste de zaak op kan lossen vandaag. Dus de koning komt zo meteen op een plaats delict. Hij treft daar een aantal voorwerpen aan, hij treft daar een slachtoffer aan. En een van de dingen die hij aantreft is een echt vuurwapen. Maar wat hij ook aan gaat treffen zijn onderdelen kunststof. En de vraag die wij willen beantwoorden is, zijn die afkomstig van een vuurwapen wat iemand zelf gemaakt heeft? Dat noemen we vaak een 3D-geprint vuurwapen. Maar dat zijn vaak combinaties van dingen die je zelf print, zelf maakt en stalen onderdelen. Dus wij doen onderzoek om te kijken van hoe maak je die wapens nou? Dus dit is de onderkant van een wapen. We zijn er nu nog eentje aan het printen. Om te kijken, kunnen wij twee wapens die gemaakt zijn, kunnen wij een uitspraak doen van zijn die gemaakt door dezelfde persoon? Zijn die gemaakt op dezelfde printer? Zijn die gemaakt met hetzelfde, nou ja, printfabriekje als het ware? Want er worden wel steeds meer 3D-wapens gemaakt, maar er is nog nooit iemand mee doodgeschoten. In Nederland is er voor zover wij weten nog niemand neergeschoten met een zelfgemaakt 3D-geprint vuurwapen. Maar ze zijn al wel aangetroffen bij mensen. Ze worden aangetroffen bij fouilleringen, bij huiszoekingen. En er is al iemand aangehouden die op de hoek van de straat stond om iemand daarmee neer te schieten. Dat was een paar jaar geleden al. Oké, en jullie gaan ook dus de koning helpen met dit soort kroontjes. Wat heb je gemaakt? Nou, de koning krijgt straks 6 stukken van bewijs die hij gaat onderzoeken in de verschillende delen van het NFI. Dus daar is onder andere een telefoon, wat ik zei, en een vuurwapen. Dus om het iets makkelijker te maken van waar liggen de belangrijke dingen, hebben we bordjes gemaakt die je normaal op een plaats delict ook aantreft. En dat zijn meestal van die klassieke gele bordjes. Maar wij dachten, we hebben toch een printer, we hebben een oranje draad. We maken het iets makkelijker. We doen oranje bordjes. En omdat het de koning is, hebben we er dit keer gewoon een kroontje op gezet. Nou, ik ben heel benieuwd of hij zo de moordzaak gaat oplossen vandaag. Nou, ja. Nou, dat zou mooi zijn. Dankjewel, Caroline. Ja, Eva, ook hier zien we allemaal high-tech. Ja, goed hè? Ja. Ja, hoe kijk jij hiernaar? Ja, ik vind dat wel heel tof om te zien. En ook wel bevestigend, ja, dat technologie echt een onderdeel is van ieders leven nu. Ja. En ja, dat het gewoon belangrijk is om daarin te blijven investeren. Ja. Willem-Jan, hoe lang is het NFI voor het strafrecht? Volgens mij sinds ze bestaan. Ja, het is een ontzettend belangrijke organisatie. En ook een beetje wat Eva zegt. Door die techniek worden er veel meer misdrijven opgelost. Ja. Vroeger was de kans dat je ermee wegkwam nog wel redelijk. Tegenwoordig lukt het bijna niet meer. Door al die technologische ontwikkelingen. Ja. Ik zie wel een televisieserie hierin. Hè? Ja. De koning. Oh, ja. Ja. De nieuwe Sherlock Holmes. Ja, nou, dat is een goed format. Ja, denk je dat hij hem op gaat lossen, de zaak? Oh, zeker. Ja, ja, daar ben ik van overtuigd. Enige goede antwoord natuurlijk. Het kan ja. Onze koning wel. Gaan we weer terug naar Frank. Er zweven alweer veel pollen in de lucht, hè? De mensen die een beetje hooikoorts hebben, die ga ik denk ik niet verrassen. Die snotteren en snuiten er al op los. En als je nou het gevoel hebt, het lijkt wel of dat elk jaar eerder het geval is, dat kan zomaar eens kloppen. De hooikoortsradar.